the windows. Ah, Sally, zet je de grens over gereden en hebben ze hier in Frankrijk gezet, niet je? Je moet niet meer bouwen. Ja, ik heb in Frankrijk niet. Ah, maar dat is bij mij, ik zei, als ik een Hollandse grens over reed, is dat is een tijd dat ik kan bouwen, dat is niet een poef. En dan moeten ze veranderen van provider. Nee, dat vind ik ook super wel, maar dat heb je niet werk, niet werk. Ik moet hier aan de Frankrijk. Dus ja. En hier schijnt de zon. En hier nooit? Wat heb je? Het is even af. Maar, ja, ja. Links is de zon en rechts hangt een donker zwart. Ja. Pak wolken, dus er zal wel nog hier, er zal nog iets uitvallen. Het is weer duaal weer. Chuck Buddy? Ja? Nee. Ja? Ja? En dan? Aha? Ja? Ja? Aarde Andimi? Ja, toch wel. Ik ben aanwezig, maar... Le francophone, il n'est pas... Il n'est pas le flamand, hè. Alors... Connectie is niet zo goed. Ja, oké, maar ik zit hier op dingen. Ik heb Bekomart is die container ziet, hè. Ja, maar en op die grutte kan je zitten, is het jammer, zeg. Eigenlijk als op hij zelf, daar heeft dus niks van ontvangst, hè. Ah, ja, hij 1700 niet, hij 1742 niet. Dus als je door een uur of vier stond je aan tijd te verschijnen, zou je dat proper eigenlijk niet op een gsm bezig zijn. Maar dat is oké, dat is voor de duidelijkheid. Ja, ik weet dat niet, hè. En als kijk al... Als jij kan, dat heb ik hier ook nog met kruid, dan zie ik het. 20 na 6. Wat hè? Ah, daar heb je pauze, hè? Een pauze, ja, maar de spiek heb je dan al 27 dagen. De vrijdag? Nee, hier is de 45. Die kraanman pakken niet 15 minuten na een uur. Is dat echt? Ja, joh, hoe veel kan je, hè? Ze werken ze in de hele slag door en de vrijdag. Oh, kijk daar, dit. Van 1 voor 6 tot 20 voor 7 normaal. Ja. Ja, die moeten dan de tijd hebben voor gaan hun kranen met de rifter te gaan en van de rifter terug naar hun traal. Dan wordt er allemaal ingeschakeld. Ja. I know. Zit er nog? Ja, oké, omdat ik ook luister. Moet ik toch niet geduurd tussen? Ik hoorde ineens zo. Wat zeg je? Ik kan niet. Wat? Wat moet ik zeggen, alstublieft? Hé, hey, wacht even. Ik hoorde ineens zo. Oef. Ja, dat kan, ja, die kan me jongen. Zou misschien kunnen dat ik hier iets kapot gereden heb, maar ja, dat interesseert me niet. Ja, ik kan het wel boven. Nee, dat is ja, kijk, ik vraag me dat af. Die gast alle die in Senegalese zijn nog niks verwezenlijkt. Ik weet niet hoe dat komt. Dat niet als je in één keer bovenste maal ligt.
Ja, directe keuning, de directe keuning van Senegal. Ja, misschien daar een afstammeling in, dat weet je niet. Ja, ja. Zijn dat dan een kroonprins of zo? Oh, ik weet wel dat, ja. Je, dat je subsidies vertrekt, dat wel. Ah, misschien daarmee dan. Maar ik kan wel een paar manstok klappen. Over het laatste, als ik bij Jennifer ging, ik ging er buiten. Er kwam als je promoteam toe van Vlaams Belang. Mm. En er waren allemaal vrij jonge gasten in die auto en in de tweede auto, zo wat dingen. Dus zei die gaan hun promote. Ik zei, godverdomme, kan men dat toch niet laten. Hup, mijn weer een keer. Ik heb een vraagje. Ze politiek gezien, en ik leg dat uit, kwestie van die soort van discriminatie. En ze zei het, ja, ze het geen idee, meneer, het is op echt veel bedrijven. Zegt ze, er zijn er ook een heel nieuw van die bazen, echt schrik. Want die zwarte weten wel dat als je iemand kunt bij zijn kleur nemen voor racisme, gelijk dat die ja, een beetje allemaal links zijn en wat we ook moeten doen, die mannen kunnen er echt van profiteren. Zeg, dat hadden ze sowieso in te. Zegt hij, maar als we weer gewoon aan de macht komen, ik zei ja. Zij moesten in een democratie leven, zei hij, 40% van de kiezers, zegt hij, ze misschien nog keur hebben. Zij het moet niet volledig rechts, zeg, je moet overal in gelijk wacht, zeg, de gulden middenweg zoeken, zegt hij, tot en toe. Zeg maar, dat interesseert me niet wat kleur dat ik is, zeg, en dat komt me niet om racisme. Zeg maar, die keer kan dat niet. Zeg, ik zie van Vaan, zeg, de gekleurde mensloper en direct, ik haat die. Ik kan dat niet. Ik ken die mensen, het is niet omdat je een ander kleur hebt, of een sos op zijn kop, dat interesseert me allemaal niet. Als je bij mij komt, dan ben je met de kleur, dan kan ik wel een keer halen. Maar ja, dat is het, je moet iemand leren kennen en dan kun je pas weten dat hij een leuke meneer is, of een stomme, of een boze, hè. Ja, het is dat, ik ken met die twee anderen, met Lambert en met dingen. Maar Lambert, die nou de keuze had van, ik ben de vriendenclub van de vijf te horen, of niet. Dus nou, in een keer ben ik uw racist, hè. Zij het is proper. Zij vorige week zeg, stond zeg, nog een nozelheid te verkopen bij mij. Ik zei, nou ben ik racist. Zeg, vind je haar eigen dan zelf niet belachelijk? Zeg maar, zeg, doet maar een goede hank aan. Zeg maar, jij zegt dit, jij zegt dat, zeg ik zeg wat? Zeg, dat zij zei, dat ik dat gezegd heb, ja. Zeg, wanneer heb jij mij nu al weten praten met papa of met dingen? Dat is wat je zit te pijzen. Ja, zeg, weet je wat? Zeg, denk er lekker goed over na. Zeg, gebruikt je brein. Zij heeft geen dat er nog van overschiet, zeg maar, gebruik het een keer. Zij, ik praat met geen een van die man. Ik zeg, ben geen een. En die Deni is een vrouw geduurd. Hij mijn huis is bezig en zegt achter mij. Maar ik vraag me dat altijd. Pas op, langs die kant, dat kan me geen kleur schillen. Want dat is 9 op de 10 is uit jaloezie. En daar heb ik als iets van, waar zijn nou in godsnaam jaloers op? Nou, niet te snappen, hè. Nee? En dat zit een dus een koppel, een huis gekocht, gezonde kinderen, kleinkinderen, die hebben alles. En toch lukt hij alle dagen zijn kas op te fretten van jaloezeheid en ik weet het eigenlijk. Dat is een christelijke persoon, hè. Bedoel, dat is nou helemaal zo, bedoel, zou ik maar niet van nou liggen, jong. Oh, nee. Ik vind dat langs die kant fascinerend, middel. Ik zou dat geen keer weten voor wat dat is. Ja, maar sommige mensen zitten raar in elkaar, hè. Dat is een understatement van je welste. Dat is je. Ik heb een vrouw leren kennen op de infrabel op de jobdag. En zo'n vrouw leren kennen. En ze hebben mij aan tafel binnen te praten. En die had tevoren worden in een beetje gewerkt. En die gaf wat tips en zo. En zo, ja, hier is mijn gsm-nummer. Als je nog informatie nodig hebt, eerst stuur mijn berichtje. Ik had je gewoon eens een berichtje gestuurd. Maar mijn buurman die elke dag met mij te chatten. En ik zei, goedemorgen, hoe is het? Goedenavond. Slaap wel, met zo'n x erachter en zo, maar die is getrouwd, hè. Ik had zoiets van, nu was dat echt zo, afgelopen zondag, wel 15 berichten achter elkaar. En ik zat op een dorpsdag.